Yo mensen, ik ben Jeroen, ik ben vandaag starten we hier op het laatste scherm van de wereld. En dan denk ik van, what the fuck, waarom is dat nou weer Jeroen? Nou kijk, ik ga je iets super cools laten zien. Komt ie, let op. Wat is dit? Wat? Hoe kan dit? Dit zijn shaders! Shaders? Ja, shaders! Oh mijn god, we hebben hier gewoon fucking shaders. Wee-yo. En ze zijn awesome, ze zijn... cool en zijn. Oh. Trouwens, als ik een tip in de comments van plaats commentblok met dit erin en dan krijg je dat hij naartoe wordt geteleporteerd en dan is van oké. Ik kan ook van maken dit een R is en dan gaat hij random player of all. Dat is ook wel grappig. Dan doe je zo en dan zeggen we done. En dan stond als ik op deze knop druk, dan worden alle spelers die in deze wereld zitten hier naartoe geteleporteerd. Dat is wel grappig. Even aanpassen hoor. Oh, dat deed pijn. Waarom doet dat pijn? Ben ik erg benieuwd. Oké. Ook had op cancel gedrukt. Oké, laat maar. Dan is het goed, hè. We gaan in ieder geval als eerste hier naartoe. Ik denk gelijk even zien van, oh mijn god, wat zijn dit voor mooie shaders. Ja, zeker te weten. Ik heb nou shaders. Je ziet nou nog die andere trouwens. En wat wij vandaag gaan doen, is we gaan eventjes iets totaal anders doen dan normaal. Dan denk je van, oh mijn god, Jeroen, wat is dit voor verandering? Nou, ik heb hier dit aangepast. Volgende aflevering is 29, als ik me niet vergis. En volgende aflevering is 30. En op 30 komt een world save. En dan komt vanaf elke 10 episodes een world save. Dus ja, dat is cool. We zitten trouwens op default texture pack. Dat ga ik misschien nog even fixen voor volgende aflevering, dat we weer wat HD'er hebben. Maar dit ziet er ook al vet uit, hoor. Dus wat wij gaan doen is, wij gaan niet twee maken, we gaan eentje maken. Zo, en een helmpje erbij. Zo, wat dacht je van wat mooie kleertjes nog. Kijk dan, wat is dit toch prachtig. Oh, dat is een helm, dat moet je niet hebben, dan moeten er nog twee bij. Ik kan er net twee tekort, dat is jammer hé. Nou, dit is natuurlijk voor de safety, want ja, we waren de vorige keer in de lava geflikkerd. En dat is gewoon kut. Het is gewoon heel simpel te beschrijven in één woordje. Kut. Ja, weet je, daar kan je er moeilijk over doen. Maar het is gewoon zo. Ja, ik ben gewoon fucking zwaard al die meuken kwijt. Maar gelukkig hebben we deze nog wel. Dus dat is wel weer mooi. En maak eventjes een iron sword. En dan gaan wij wel eventjes verplaatsen. Ik ga je nog een keer afmaken hoor. Maak je geen zorgen hoor. Maar in ieder geval, ik wil eventjes gewoon zoveel mogelijk af hebben nu. Tot aflevering 30. En ja, er komt nu een klein knipje, want ik moet heel even checken. Ik ben zo terug. Oké, ben ik weer. Gek knipje. Ja, weet je wat het is? Ik had nog niet getest of mijn sound of mijn geluid goed was. En als mijn geluid kut is, dan zetten we gelijk al een beetje de probleempjes. Dus ik denk, weet je, ik ga niet een half uur opnemen en om daarna achterkomen dat het gewoon kut geluid is. Daar ga ik gewoon niet aan beginnen. Ik heb mezelf hier 24 command blocks gegeven. Ja, eigenlijk 16 met die andere erbij. En een paar iron pickaxes. Of pickaxes, gewone axes. Want ja, YOLO. Volgende aflevering ga ik vragen of Jordi weer meedoet. Dat eventjes wat veel werk afkrijgen hier. Want natuurlijk moet hier wel een hele hoop gebeuren, jongen. Want bij aflevering 30 moet er een coole world save komen. Dan moet het gewoon een beetje normaal eruit zien. Dus vandaar. Dus daarom ga ik nu deze boom. Hier, waarom heb ik die achievements niet? Wat is dat voor raars? Holy shit, what the fuck. Dat ziet echt zwaar vet uit. Echt, dat ziet echt heel vet uit. Mag ik zeggen dat het vet uitziet? Nee, jammer dan. En we zijn hier bovenop. Ik vind het echt een vet shaderpack. Voor de mensen die willen weten welke shaderpack het is. Het is deze. Ik heb gewoon gedownload. Het is een heel lang lijstje. Sommige van deze laten mijn Minecraft crashen. Sommige niet. Sommige laten hem heel langzaam lopen. Sommige ook weer niet. Weet je, het is heel... willekeurig wat het doet. Maar over het algemeen trekt hij ze wel heel erg. Nou is het niet zo van, wow, yo, weet je, als ik het uitzet, dan krijg ik gewoon een soepele 100 fps op de Minecraft. Natuurlijk hartstikke mooi is. Maar ja, als ik ze dus nu op een shaderpack zet, dan krijg ik gewoon op 30 fps. Maar weet je, dat is goed genoeg voor mij. Ik bedoel, dit is hartstikke smooth. Zie je dit? Dit is hartstikke smooth. Dus ja, ik heb niks te klagen. Ik klaag ook niet. Mooi mij klagen. Nee dan, zeg dan niet dat ik klaag. Godverdomme mans. Mens. Dus ja. Wat wij lekker gaan doen. Ik heb een paar boompjes hier omheen hakken. Dat we hier wat meer ruimte hebben. En dan zal ik heel eventjes zo meteen tussendoor op een creative wereldje van mij. Je zag waarschijnlijk net in het begin al staan. Rond kutte BV. Dat is gewoon mijn creative wereldje. Daar ga ik... Oeh, dit is wel cool... Hebben we nou eigenlijk een goed soepel zicht hieronder?
Onder water is alles super smooth. Mooi. Dat wilde ik even weten. Plaatsen deze trouwens gelijk even terug. Zo. Zo. Beetje mooi natuurlijk hier. In ieder geval ga ik even kijken voor een mooie muur. Want dit wordt echt een gebied met zo'n vette muur omheen. Alles super vet gemaakt. En bladibladiblu. En na. Nog meer onzin. Ik vind het echt vet dat het licht zo doorheen. Bam. Ik vind dat er echt vet uitzien. Laat trouwens weten wat jij vindt van een shader pack. En als je nog hebt van... Hey Jeroen, dit is echt een vet shader pack. Die moet je proberen. Hey, laat alsjeblieft achter in de reactie. Ik ben erg benieuwd wat jullie vette shader packs vinden. En misschien is er eentje tussen die ik zelf nog vetter vind dan deze. Want deze is hartstikke licht en hij ziet er hartstikke vet uit. En we hebben een klein beetje... Kijk, deze boom beweegt dan weer net niet. Maar deze beweegt dan weer net wel. Ik weet niet of de ene wel beweegt en de andere niet beweegt. Ik kan trouwens wel even... shader pack. Deze is... even kijken. Deze. Die is ook wel vet. En dan beweegt alles volgens mij. Nee. Dan beweegt helemaal niks. Dan beweegt geen enkele bladeren. Wat is dit? Ik wil wel bewegende bladeren, hé. Deze is ook heel vet. Weet ik gewoon eventjes. Maar dat is wel een wat zwaardere voor mij. En die klikt heel erg. Deze vind ik ook heel vet. Ik vind gewoon heel veel shader packs vet, ja. Dat is ook eentje die ik echt... Oh. Toen moest ik bij van janken van hoe vet ik die vond. Alleen, daarvan crasht mijn Minecraft de hele tijd. Dus dat is echt kut. Dus ik ga even van een andere shader pack. Weet je wat? Wat zullen we doen? Deze. Kijk, hoe ziet dit eruit? Nee, dat vind ik echt niks. Dit is gewoon... Je moet echt duidelijk die shaders zien. Dat vind ik vet. Deze is... Heb ik heel gehad, of niet? Voor mij had die net. Kijk dan, dit vind ik echt vet. Alleen... Het probleem is, deze trekt mijn computer niet heel erg goed. Ik heb nu 15 fps smooth. Of smooth. Een stabiele 15 fps, dat bedoel ik te zeggen. We moeten eigenlijk deze hebben. Zo super mooi. Maar dan zonder die deze die heel erg een blur bij de bewegen. Dus wat we hebben. Oh, hot. Waving shaders. Even kijken, zo dan. Nee, dan hebben we nog steeds dat. Nou. Nah. Het zal, ik vind hem zo ook wel vet hoor, met een beetje beweging erin. Kijk, nou ben ik dus weer het allemaal aan het zoeken van, oh, dit is een vet shader pack. Nee, dit is een vet shader pack. Dit is, het moet echt zo super fel licht worden, dat vind ik echt vet. Voor mij is deze die crasht. Nee, deze die crasht, die Mr. Sheep, die crasht. Deze vind ik ook niet zo mooi. Die vind ik niet zo mooi. Die Mr. Sheep, die crasht bij mij. Weet jullie dat ook alweer? Oh, Mr. Meep bedoel ik. Ik las Mr. Sheep, nou ja. Die crasht ook. Deze volgens mij niet. Ik heb net heel veel shader packs uitgeprobeerd. Deze is ook wat minder, hé. Ik moet echt eentje hebben die ik echt van denk, ja, dit is een vette. Zo, deze. Deze. Dit is ook wel vet, hé. Dit ziet ook echt vet uit. Ik bedoel, je kan zeggen wat je wil. Maar ik vind die motions erin, die motion blur, die vind ik niet mooi. Ik weet niet hoe ik die uit moet zetten, maar... dat kan vast wel ergens. Kan het hier aan de zijkant. Ik heb heel veel uitgezet. Tweak block damage of ik vul wat het allemaal doet. Done. Er gaat iemand tegen me praten op Skype. En als het Jordi is, dan voeg ik me gelijk toe. Nee, het is Jordi niet. Godverdomme. Ik had gehoopt dat het Jordi is. Weet je, kan ik die gelijk toevoegen. Dit vind ik trouwens een hele lelijke. Kan ik laten zien wat het is. Dit vind ik zo'n lelijke. Ik weet niet wat jullie hiervan vinden. Maar ik vind deze echt zo motherfucking lelijk. Echt, ik moet er bijna kotsen hoe lelijk dit is, joh. En dan weet je dat ook weer wat ik daarvan vind. Rudo Place. Oeh, dit zag er vet uit. Dit ziet ook wel vet uit, hé. Wat ik ook vet vind. Ik weet niet of dat van een shader pack komt of iets anders. Maar dat dit dan een beetje 3D is. Ik weet, nu is het echt zo'n plat ding. Dat het dikker is. Maar deze is wel zwaar, hé. Deze is wel zwaar. Misschien moet ik dan eventjes... Hij staat al op normal, hé. Vision craft. Hoe zit dit dan? Dit heeft iets, maar niet helemaal. En het is ook niet zo heel goed. Laten we zeggen... deze. Nee.
medium shaders. Ah, you're close enough dit. Het hoeft niet helemaal perfecte shaders te zijn voor mij hoor. Dit is close enough. Goed, we moeten wel die bladeren weggaan, hè. Ah, die gaan zo wel weg, hoop ik. Mag ik tenminste hopen dan, want als ze niet weggaan, dan ben ik een, heb ik een probleempje, want dan moet ik ze handmatig weghakken. Dat is trouwens niet zo'n heel groot probleem, maar het is gewoon alleen vervelend. En ik ben liever lui dan moe. Sterker nog, ik ben veel liever lui dan moe. Dan weet je dat ook weer. Ah, oh, dit vind ik zoveel te views, dit hier. Oh, prachtig. Prachtig. Maar in ieder geval, ik heb dus weer mijn laptop. Ik record Minecraft en het is met shaders. Dus dan kan je denken van, Jeroen, mijn laptop zou toch weg zijn voor reparatie? Ja. Dat zou die ook, maar kom daar. Die man zo van, hey Jeroen, ja, je faalt. Je hebt dit en 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 dit. Oké, kom maar met twee dingen. Maar die heb je niet goed geïnstalleerd, dus die moet je even opnieuw installeren. En daarom doet je videokaart, die staat gewoon helemaal uit. Ik dacht, oh, die is kapot, want ja, weet je, video belasten, videokaart belastende dingen zoals gamen en video's renderen, dat gaat in één keer super laag. En ja, dus ik denk, ah ja, dit ding moet wel kapot zijn, want eerst deed hij het wel. Nou, dan denk je, doet hij het niet meer. Maar het was dus, want ik heb Windows 8.1, nu weer. Maar dat is toen ook. En het is dus van, ja, hey, gozer. Jeroen. Ja. Met Windows 8.1 heb jij per ongeluk de drivers van je videokaart verwijderd. Waardoor het dus gewoon uitstaat. Dus van, oh, kut. Dus ik eventjes zoeken zo. Hij zei van, ja, oké, dan moet je naar deze site gaan. En dan download je hier je drivers. En dan doet hij het als het goed is weer helemaal perfect. Dus ik heb het gedaan. En zoals je ziet gaat het best wel goed zo. Dan weet je dat ook weer, hoe ik de boel heb gefixt. Gaan we even bomen haken. Ik heb helemaal niet zoveel hout. Nou, misschien wel voor de muur. Het is wel vet hout voor de muur. Ja, ik vind dat het wel vet hout om een muur mee te maken. Ik doe cobblestone erin. Dat lijkt me een strak plan. Ik had ook het idee om commandblocks in de mijn te zetten. Of in ieder geval, of misschien een heel nieuwe mijn te zoeken en daar commandblocks in te zetten. Dat je gewoon naartoe kan tp'en, weet je. Dan zijn we lekker lui. Dan is ze van, ha, we kunnen lopen. Maar wij zijn lieve lui. En dan doen we het gewoon zo, weet je. Luiheid voor de win. Dan weet je dat ook weer gelijk. Dan weet je van, ah, Jeroen, die is lui. Die gaat lekker commandblocks gebruiken. Heb ik hier? Nee, ik heb geen dirt. Dat vind ik zo lelijk dit. Dus ik ga hier eventjes een dirtblokje weg. Bam. Weer helemaal gelijke hoogte hier. Goed, ik denk dat ik een stuk offscreen ga doen. Want ik wil, na aflevering 30 komt er een world save. Ik zal in de beschrijving staan van de wereld hoe die na aflevering 30 eruit ziet. En dat moet wel een beetje goed zijn, weet je. Ik moet een paar dingen repareren bij mijn standaardhuisje. En hier moet een beetje een open plek komen voor een voor een muur met een gebouw erin en zo. Ho, 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 ho. Ik bedenk me net iets. Hij staat op peaceful. Ik ga niet zeggen waarom je op peaceful stond. Maar het heeft iets te maken met een geheim project in de Nether. Waar ik voor even op peaceful moest staan, anders dan werkt het niet. En daar hebben we gelijk zombies. Yo, doei. Oké, dit is echt fucking genius. Word je aangevallen door monsters en zo van. Oh, monsters, fuck jullie. Da, 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 da. Oh nee, je bent te sterk, snel. Ren, ren, ren. Doei. Het doet wel pijn als ik hier kom. Jongens, is die zombie hier nog of is hij nou weg? Hij is weggelopen, oké, chill. Chill, deur dicht of course, daar zit een monster binnen als ik daar span. Deze gaan ook, zeker omdat ik weg ben, dan spannen ze weer weg. Oké dan, nice, Jeroen heeft het hele ding door. Mooi, mooi, mooi. Goed, we gaan slapen. En dan gaan we gewoon weer verder hakken, want dat is zeg maar het idee. Het idee, gewoon heel simpelweg. Dat is het idee. Wat ik dus ook weer doe met die 24 command blocks is gewoon heel veel vette nieuwe locaties opzoeken. Bijvoorbeeld zo'n nieuwe sneeuwbal met al dat ijs erin. Weet je, die vind ik zo zwaar vet. Dus die wil ik eigenlijk opzoeken en daar ook een huisje maken. Weet je, dat lijkt me gewoon een strak plan om dat te doen. Dit is toch een serie die ik heel snel heel ver wil doorzetten. Weet je, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou ja. Ja, als het wat meer winter is buiten, dan ga ik meer naar de wintergebieden. Weet je, dan heb je weer die sfeer van buiten en binnen gecombineerd. Want vandaag is hartstikke mooi weer. Het is echt gruwelijk mooi weer. Dus ik denk van, hé, hey, weet je wat? Gruwelijk mooi weer in Minecraft met de shaders. Hey, is dat goed bedacht? Of is dat net verzonnen? Het is net verzonnen, dan weet je dat ook weer. Ik zeg trouwens voor mij heel veel deze aflevering, dan weet je dat ook weer.
Nou, in ieder geval, dan weet je dat ook weer. Oh, zag je wat ik deed daar? Ja. Oké, dan, mooi. Dus, wat wij gaan doen is, wij gaan hier nog even hakken. Ik zeg dat aan de achterkant nog wat hakken. Die moet een mooie open plek komen voor een beginmuurtje. Het moet nog een stukje groter worden dan dit. Want de muur die ik wil maken zal denk ik ongeveer 4 à 5 blokken dik worden. Dat is echt een sick nummer, dat klopt. Weet je, het moet echt een vette muur worden. En dan wil ik binnen de muur alles 100% safe hebben. En daarom doen we gewoon een lekker dikke muur. Want er kunnen er absoluut geen monsters doorheen komen. Bijvoorbeeld als er dan een creepertje komt. Die explodeert, ja. Jammer dan. Dan explodeert hij echt niet de hele muur kapot. Zodat allemaal monsters binnenkomen. Hooguit wat ik denk is dat ik dan één gat zit van één groot. Gewoon één blokje erin zit. Waar dan een skeleton doorheen kan schieten. Maar meer kan er niet gebeuren dan dat. Want ja, een creeper blaast niet zo ver op volgens mij. Als ik me niet vergis. Dus dan zitten we op zich best wel safe daarmee. Dus dat is wel chill. En ik vind deze plek echt vet. Ik vind dit echt vet. Die animatie. Bam. 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 Ik vind het echt vet dat licht zo. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik vind hem echt vet. Ik ben hartstikke blij met mijn shaders. Yay, shaders voor de win. Ook al doe ik het maar op 30 fps. Ik ben er hartstikke blij mee. Als ik het uitzet heb ik 100. YOLO. Goed, let's go. Oh, ik blijf het echt vet vinden. Ik wil trouwens ook een nieuwe pickaxe pakken. Wauw. Laat ik trouwens eventjes gelijk even wat van dit hout hierin droppen. La 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 la. Oh, zo. Als deze op is, dan vind ik het wel weer mooi geweest. Voor het hakken hier. Dus ja, ik wil hier een mooie muur maken. Dan wil ik eigenlijk de muur van toffe peren hier naartoe verplaatsen. Want dit wordt echt een uber fort. Een muur, de wal van toffe peren. Dat is echt, ja, dat moet belangrijk zijn. Dat moet echt goed beschermd zijn. En dit wordt waarschijnlijk de meest beschermde plek die ik heb. Lijkt mij. En ik wil trouwens namen geven. Ik wil, dit wordt een fort. Dus dit wordt fort iets. De andere wordt de bla 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 tower. Weet je, zoiets wil ik ze de shit allemaal gaan noemen. Dus, heb je daar een naam voor? Weet je, ben je nog steeds aan het kijken nu op deze stuk van de aflevering? Laat dan een naam achter voor het fort. Weet je, wees creatief. Al laat je piemel in de reactie achter, weet je. Dan misschien kan ik er iets mee. Dus wees niet bang om een slechte naam te geven, want ik kan er sowieso iets mee. Dat wou ik eventjes zeggen. Dan weten we dat ook weer, dat ik toch wel iets mee kan. Dus laat gewoon achter wat je wil. Misschien de paarden hier ook naartoe verplaatsen. Ik weet niet hoe ik dat dan moet doen. Ja, dan moet ik lopen, of course, maar... Kun je trouwens ook zien waar deze zit, want het is best wel een heel eind weg. Dan kan je aan de coördinaten zien, maar het is die kant op. Dus ja, ik ga denk ik ook een deur maken, een poort voor dit ding aan deze kant. Zodat het richting het beginhuis gaat. Ik wil alles met de poort richting het beginhuis hebben staan. Dat vind ik wel vet. Dus dan weet je dat. Misschien moet ik binnenkort even updaten. Naar een hogere Minecraft versie, want ik speel nu weer omlaag. Ik ben gedowngrade, zeg maar, als het ware. Voor het installeren van de shaders, weet je. Waarschijnlijk is de shaders al langer geüpdate naar een hogere versie. Alleen, het was gewoon een kant-en-klaar ding. Die was voor 1.7.2. Dus ik denk van, weet je wat, ik krijg gewoon 1.7.2. Dan heb ik ook kant-en-klaar, hoef ik niet heel moeilijk te doen met installeren. En dan heb ik het gewoon gelijk goed. Nee, weet je, dat is makkelijk, dat is chill. Weet je, iedereen houdt van makkelijke dingen. Wie houdt er nou van moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Ik bedoel, dat hoor je heel vaak. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Doen we dat. Ik ben echt benieuwd. Ik heb me ook in plaats van Sony Vegas 12 op de edit gebruikt met Sony Vegas 13, weet je. Ik ben dus zo'n aap die het koopt. Nee. Ja, dan weet je dat ook weer. Ik zeg het echt veel te vaak, dan weet je dat ook weer. Dat is echt gewoon niet chill meer. We gaan even kijken hoe chill Sony Vegas 13 edit zo meteen. En kijken hoe snel de rendertijd nu is. Of het probleem nou helemaal is gefixt. Want dat heb ik dus dan weer net niet gezien. Maar FPS in Minecraft was ook heel random, heel hoog. Met kapotte videokaart. Dus weet je, dit weet ik niet zeker. Of het nou goed is. Maar de shaders die lopen wel smooth. En die had absoluut niet smooth kunnen lopen. Als ik het... De videokaart niet helemaal goed gefixt had. Dus gaan we even kijken bij Sony Vegas. Want als ik daar render
Binnen een uur is het sowieso sneller dan de vorige, want alles gerenderd. Die video van Dungeons & Gathering, 10 minuten, het duurde meer dan een uur, anderhalf uur om te renderen zelfs. Speedrun Ryuk heeft in totaal, die heeft tussendoor een paar keer moeten renderen, want je kan in Sony Vegas, dat was een heel random frame drop. Speedrun Ryuk die heeft meerdere keer moeten rennen, omdat je Sony Vegas maar tot 4 keer kan versnellen. En hij is 16 keer versneld, dus dat is 1 keer tot 4 keer versnellen en dan nog een keer 4 keer versnellen. Hopelijk volg je met 4x4, 16. Ja, oké, mooi. Dus dat is twee keer een uur geweest om te renderen. Dat is veel werk, echt waar. Of veel werk, dat is veel rendertijd. 2 uur om die te renderen. Ik word aangevallen door skeleton. Ik heb mijn zwaard hier zo. La 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 la. We lopen even om. Wat? Oh, daar is hij daar. Wat is dit voor hekserij? Wat is dit voor hekserij? Ik kom er niet bij. Kut deest. Hekel heb ik eraan. Het lijkt me niet zo heel smooth. Maar goed genoeg voor mij, weet je. Ik heb een scheid aan hoe smooth het loopt. Ik vind het goed genoeg. Als ik op kan blijven spelen, vind ik het goed genoeg voor mijn video's. Zo zeg ik, bekijk ik het allemaal weer. Kijk, het is vet. Want het is eigenlijk een beetje een berg hier. En als je hier dan een poort erin zet... Kijk hier uit over al dit hier. Dit zijn trouwens hele grote paddenstoelen. Heel veel paddenstoelen krijgt als je weghakt. Maar dat is echt zwaar vet dan. Als hier een poort zit. Daarom is ook een reden om hier een poort te. Want hier is zeg maar een bergje. Dus ik denk dat we wel een beetje genoeg aan het hakken zijn geweest nu. Is dit genoeg gehakt, denk je? Ik hak hier nog deze boom weg. Deze boom die mag ik niet. Het is een arrogante klootzak die boom. Echt, ik heb een hekel aan die boom. Zo van, ja, Jeroen, ja, ik ga in de weg staan, fuck jou. En dus, oh mijn god, arrogante klootzakboom die je bent. Zo gaat dan ongeveer die gesprekken met mij in de boom. Deze boom kan ook nog wel even weg, weet je. Ik wil de view alvast een beetje vrij maken, want het is echt een awesome view, vind ik. Net als de shader pack, die vind ik ook awesome. Ja. Wow, yo, Jeroen, je vindt veel dingen awesome. En dat klopt. Er zijn heel veel dingen die ik awesome vind. Zoals Pokémon was ook awesome, ja. Of gratis spullen, dat vind ik ook awesome. Gratis spullen, echt. Ja, dat is awesome. Ik heb een super vet computermuis laatst gezien. Die vond ik ook awesome. Die was wel heel duur. En hij is wel awesome. Ja, dat is zeker. Het is awesome. Ga ik waarschijnlijk ook kopen. En oh, dat is een andere boom. YOLO, die ga ik ook kapot maken dan. Als ik nou al ben begonnen met hakken, dan hak ik hem al kapot. Nog een regel wat ik hier aan toevoeg aan deze serie. Geen vliegende boom, want daar heb ik zo'n gods... gruwelijke hekel aan dat ik verkeerd spring omdat ik geen eten meer heb. Heb ik eten bij me? Nee, dat heb ik niet. YOLO. Ik zeg veel te veel YOLO voor mij. Hop. Zo. Deze boom kan ook mooi weg. Hebben we weer heel veel hout. Kunnen we ergens voor gebruiken, weet je. Ik weet nog niet waarvoor. Ik bedoel, die toren die is al lang. Of... al lang? Hij is nog niet eens echt af, maar ik noem hem af, want ik ga er waarschijnlijk toch niet heel veel meer in doen. Ik heb zo'n lege toren. Ik moet iets verzinnen wat ik met die toren kan doen. Het is nu meer een uitkijktoren. Misschien is het een torengebied, dat eerste stuk. Weet je, we beginnen met het torensgebied. Dat lijkt me een goed plan. Dat lijkt me een strak plan. Ja, ik vind dat wel een goed plannetje is. Zo, blokken. Oh, die is kapot. Nou... ze zei het, als die kapot is, dan is het wel weer mooi geweest. Even de boom weghakken, want ik wil echt geen overblijven. Dat vind ik al lelijk. Weet je, moet helemaal weg, helemaal blijven staan of helemaal weg. Weet je, niks, geen half werk, dat doen we niet aan. Goed, nou is de view al gedeeltelijk vrij. Ik vind het wel vet dat als je hier komt. Ik ga even hier rechts staan. Zo. Als je hier komt, dan sta je hier scheef. Kut. Wauw. Waar kan ik ergens heen? Koe. Hoi koe. Doei koe. Als je hier dan staat, dan zie je dus eerst wat deze biome is met zo'n gekke berg tussen. Dan zie je achter een andere biome. Wat is dit? Oh, ik heb honger. Ja, ik ga nou dood van honger. Chill. Chill. Chill, chill, chill. Oh, een appel. Ja, mooi. Zo, hebben we dat ook weer gefixt, dat probleempje. Nou wordt het weer nacht of niet? Nou nee, dat komt mooi uit. Ik wou de aflevering net gaan afsluiten. Nou. Hier nog meer random meuk in douwen. Oh, we hebben de boog gekregen van die beest. Nice.
Goed, dan even terug naar het main huis hier zo. Bam, want het fort is toch niet heel veilig nu. Schapen, hou alsjeblieft je back, want daar heb ik echt een hekel aan. Nou, slaap. Slaap. Je hebt standje 69, pet. Ja, Jeroen, je bent goed in het maken van namen voor je bed. I know, echt. Magnifiek dat het is. Zo, oké, in ieder geval. Oh, niet escape, dat is lelijk. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou leuk? Vergeet vooral geen blauwe duimpje omhoog te geven. Daarmee support je mij. Wil je meer van mij zien? Laat gewoon eventjes... Oh, wat? Laat een reactie achter als je meer van mij wil zien. Nee, abonneer op mijn kanaal. Heb je nou nog ideeën voor die nieuwe gebieden als naam? Of weet je veel iets anders wat je wil melden aan mij? Dan heb je een mooie reactiefunctie onder. En ja... I don't know. Veel plezier in je leven, weet je. Heb een gelukkig leven. Dat vind ik heel belangrijk. Het slaat helemaal nergens op, maar dat maakt niet uit. Bedankt voor het kijken. Hoop dat ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu, laat je.